Yo, what's up mensen! Nieuw keer en zoals jullie kunnen zien zijn we weer terug op Feed the Beast Monster. En vandaag wil ik gaan werken aan een oplaadpunt. En vanuit dit oplaadpunt wil ik eigenlijk gewoon direct energie kunnen tappen wanneer dat nodig is. Gaan we gewoon allemaal aan werken en dit wil ik gaan doen door middel van de mod Mine Factory Reloaded. Dus we gaan er wat voorbij pakken, Mine Factory Reloaded nou. Dit is wel genoeg zo. Hoppakee. En dan gaan we werken aan een aantal machines. Te beginnen, namelijk, met de volgende machine: de Bioreactor. En de Bioreactor is te maken als volgt: met wat slimeballs. Kijk, slimeballs hier. Een fermented spider eye, wat plastic sheets, uh, bricks, sugar. Holy shit, dat is nog best wel lastig allemaal. Laten we gewoon even beginnen met een fermented spider eye. Dat is namelijk te maken door middel van een mushroom, sugar en een spider eye. En volgens mij heb ik hier allemaal rotzooi in liggen. Dus dat moet wel maar goed gaan komen, denk ik zo. Even kijken hier, een mushroom in ieder geval. Volgens mij ook wat sugar. Ja, wat suiker is dus ook binnen. En een spider eye, oké. Okay. Oké, okay, als het goed is heb ik nu alle spullen verzameld. Zetten we allereerst nog zo'n machine frame in elkaar. Die is dan binnen. En even kijken. Volgens mij heb ik alle spullen nu al verzameld. Let's go. En we hebben binnen de Bioreactor. Toevoeging dus van Mine Factory Reloaded. Oké, okay. wat gaat dit leuke dingetje voor ons betekenen? Nou, eigenlijk heeft het een hele simpele functie. Hij kan namelijk gewoon liquid gaan produceren door middel van verschillende soorten materialen. Het kan echt bijna alles zijn. Je kan potato's gebruiken. Je kan dice gebruiken. Noem het allemaal maar op. En laten we nou net een paar episodes geleden een regenboogboom hebben me neergehaald met ontzettend, maar ook echt ontzettend veel die. Die dus allemaal omgezet kunnen gaan worden naar een liquid vorm van een bepaald iets. Laat ik allemaal zo meteen zien. En door middel van die liquid kunnen we energie op gaan wekken. Kom we allemaal gewoon op gedurende de episode. Laten we allereerst hier eventjes een nieuwe ruimte gaan verkennen. Want ik heb voor de episode hier al wat werk verricht. Ik heb hier namelijk een kleine ruimte gemaakt waarin ik te werk ga. Laten we dus gewoon beginnen met het opzetten van een bioreactor. Nice. Laten we eens even naar de interface kijken. Hij heeft namelijk een tankje. Daar gaat dus zometeen het liquid in geproduceerd worden. Hij heeft een klokje. En hij heeft ook als laatste ook nog een buffer. Ik ga gewoon maar wat voorbeelden erbij pakken. Dat werkt, denk ik, het beste om te laten zien. Oké, okay, ik heb wat kleurtjes erbij gepakt in de vorm van het rose red. Dan yellow en ook nog cactus green. Zoals je eigenlijk al opvalt, al deze kleuren zijn gewoon van Vanilla Minecraft. En dat is wel echt iets wat nodig is. Je kan niet al die andere kleuren gebruiken. Helaas zoals nou Light Blue, noem het allemaal maar op. Gewoon alles van die trees kun je helaas niet gebruiken in deze machine. Maar de Vanilla Minecraft kleuren is dus wel gewoon. Dus gaan we erin doen. Rose Red, dan deel in Yellow en Cactus Green. En kijk, je ziet het gelijk. Het gaat hier namelijk opvullen met een soort van buffertje. Dit gaat langzaam aftellen en deze buffer wordt automatisch omgezet naar het zogeheten Biofuel. Nice. Dit was dus het liquid waar ik het over had. En dit Biofuel kan ik dus gaan Transporteren naar een nieuwe machine. Ook weer een toevoeging van My Factory Reloaded. En die komt er in de vorm van de biofuel. P -p -p -p, biofuel Generator. Heel logisch natuurlijk. Die maken we met twee Blaze rods, Met een Redstone Transmission Coil. Met twee pistons. Opnieuw machine frame. En nog wat bullshit. In ieder geval wil ik er hier twee van gaan maken. Dan gaat het gewoon makkelijker met het produceren van energie. Dus ik ga er gewoon twee van die dingetjes maken. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Oké, okay, ik heb bijna alle spullen verzameld. Maken we alleen nog eventjes vier pistons. Die zijn nu binnen. En dan moet ik alleen nog even vier blazers erbij pakken. En als het goed is, heb ik dan alle spullen verzameld. En kan ik het in elkaar gaan zetten. Twee van deze biofuel generators. Let's go. 1, 2. Nice, oké, okay, mooi. Die gaan we ook weer bij onze setup plaatsen natuurlijk. Maar voordat we alles aan kunnen gaan sluiten, wil ik nog even een machine gaan maken van Thermal Expansion. Jullie hadden het misschien nog gezien, ik heb de energielijn een beetje doorgetrokken. Even kijken, hoe wil ik dit precies gaan doen? Het is een beetje krap hier, dat dan weer wel. Even kijken, waar kom ik uitzien? Dus hierheen? Mine? Oh, daar heb ik ook nog wat ruimte. Oké, okay. dan doen we het gewoon op deze manier. Oké, okay. dan gaan we hier dus een Biofuel Generator plaatsen en gewoon hier eentje plaatsen. Gewoon, hoppakee. Nice, zal so, aan de achterkant niet gaan connecten, hierachter zit namelijk mijn energiekamer van mijn thermo-expansion kamer, maar het zal allemaal niet met elkaar in de knoop gaan komen. Oké, okay, nu is het eigenlijk dus gewoon zaak om dit biofuel via buizen naar deze twee generators te laten lopen. Oké, okay, gaan we eens even kijken. We hebben namelijk een aantal fluiducts nodig. En fluiducts komen er ook weer in twee vormen: namelijk de normale fluiduct en de fluiduct OPEC. OPEC is eigenlijk gewoon een versimpelde versie hiervan, zal minder snel liquid kunnen transporteren en is eigenlijk gewoon in het algemeen wat slechter dan de normale echte fluiduct. Dus hier gaan we aan werken. Hier hebben we allereerst wat hardened glass voor nodig. En hardened glass is te maken door middel van obsidian en door middel van LED. Oké. Okay. Hier hebben we alleen wel een inductiesmelter voor nodig. Dus, die inductiesmelter gaan we allereerst even in elkaar zetten. Lijkt me niet een al te moeilijke opgave, want volgens mij is dat niet een heel erg duur recept of zo. Waarschijnlijk een machine frame. Even kijken. Ja, een machine frame, wat koppelkeers en de rest een reception coil. Wat in voor inkuts en een bucket. Oké. Okay. En dan zetten we de inductiesmelter in elkaar en is hij vanaf nu gewoon binnen. Oké, okay, mooi. Kunnen we hem hier aansluiten op onze powerline? line? Gewoon precies hier zo. Kabam! Nice. Dan zal hij opgevuld met wat energie. En dan kunnen we nu hiervoor de configuratie goed gaan zetten. Wat we namelijk winnen is eigenlijk gewoon alles uitzetten. Want verder hoeven we niet de in- of de te Dat gaat allemaal gewoon handmatig mooi. Nu heeft deze inductie dus energie. Laten we nog één keer naar het recept gaan kijken van zo'n fluiduct. Of eigenlijk eerder gezegd van hardened glass. Want hardened glass maken we dus door middel van obsidian en door middel van LED. En ik bedenk me nu. Dat ik nog eventjes hier wat obsidian moet gaan maken. Weet je wat we doen? We gaan gewoon dit meteen automatiseren. Hiervoor heb ik opnieuw een ender tank nodig. Dus die ga ik ook gelijk even in elkaar zetten. Even kijken. Ender tank. Ik heb nog 7 blaze Dat moet helemaal goed gaan komen, denk ik zo. Ender tank. Die maken we als volgt met wat obsidian. Een cauldron en een pearl. Oké, okay. back. En dan kunnen we deze nieuwe Ender Tank in elkaar zetten. Want ik heb alle spullen verzameld. Let's go! En hij is binnen. Mooi. Gaan we hem hier neerzetten. En dan gaan we natuurlijk de kleurencode rood, rood, rood geven. Dat is precies de kleurencode van de lava natuurlijk. Dus uh, rood, uh, rood en uh, rood. Nice. Gaat hij dan vol open met lava. En deze tank gaan we bovenop de Ignis Extruder zetten. Dus we gaan hem meenemen. Kom eens even hier. Kom eens even hier. Kom eens, kom dan, nice, mooi. Oké, gaan we dus op de bovenkant neerzetten van de Ignis Extruder. Dus let's go. Doen we de bovenkant even op input. En dan zal vanaf nu gewoon de lava erin gaan stromen. Tenminste, als we hem natuurlijk wel op output zetten. There we go. Vanaf nu hebben we gewoon ongelimiteerd lava. Moeten we er alleen nog even voor gaan zorgen dat het ook geldt voor water. Maar laten we nou net, ongeveer, nou twee meter hiervanaf, laten we hier nou net een waterbron vandaan hebben gehaald. Kijk, hier is natuurlijk de Eckish Accumulator. Dus dan trekken we vanaf hier gewoon wat waterleidingen door. En dan gaan we het hier naar boven toe leiden. Natuurlijk naar de Ignis Extruder. Als het goed zit hieronder. Yep, yeah, there we go. Dan gaan we het dus even hier naartoe leiden. Even kijken, ik werk het allemaal later wel weer een beetje weg. Zo, hier naar boven toe. En als het goed is, moet ik het dan gewoon vanaf nu gaan doen. Naar boven toe, jij. Even kijken, ja, connect, mooi. Gaan we even boven kijken, kunnen we vanaf nu gewoon ongelimiteerd obsidian gaan produceren? We gaan het nu zien. Even kijken, alleen onder kan nog eventjes op input zetten. There we go. Water komt binnen en vanaf nu zal er gewoon obsidian gevormd gaan worden. Nice. Oké, okay. dus als we gewoon nu een beetje ja, rond gaan lopen in onze wereld, zal er gewoon tegelijkertijd wat obsidian geproduceerd gaan worden. En hebben we altijd de beschikking over wat obsidian. Nice. Dus dan heb ik hier nu wat obsidian verzameld. Vervolgens gaan we dit obsidian in de pulverizer doen. En dan zal logischerwijs natuurlijk het obsidian nu gepulverized gaan worden. Ik heb hier ook in de tussentijd wat LED verzameld. Of eigenlijk al voor de episode dat ik dat allemaal gesmolten. En trouwens ook nog wat andere inkuts. Wat goud, wat tin. Eigenlijk gewoon van alles wat. Maar goed, we hebben nu dus de beschikking over wat Pulverized Obsidian. Vervolgens gaan we over naar de zojuist gemaakte inductiesmelter. En combineren we dit Pulverized Obsidian met wat LED. En ja, ja. Nu gaan we het eindelijk binnenkrijgen. Hardened glass. En met dit hardened glass kunnen we het volgende gaan maken. We kunnen er niet alleen Fluidux van maken, maar we kunnen er ook Itemdux van gaan maken. En die gaan nog heel veel voorkomen dit seizoen. Maar voor nu houden we het eventjes bij Fluidux. Oké. Okay. En dan combineren we zo'n hardened glass met twee copper ingots. En dat geeft ons dus Fluidux. Ik denk dat we zes genoeg hebben. Ik weet het niet helemaal zeker. Dan moeten we even gaan kijken. Maar ik denk dat we er net genoeg in hebben. Eens even kijken. We moeten het namelijk hier tussen de machines in gaan leiden. Dus dan gaan we het gewoon vanaf hier leiden. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Nice. Oké, okay, mooi. Vervolgens gaan deze biofuel reactors opgevuld worden met biofuel. En zullen ze automatisch uh, gewoon energie gaan produceren. Je ziet het ook gewoon gelijk staan. 9600 RF of 960 Minecraft fuels. Hoe je het ook wil gaan gebruiken, het kan gewoon allebei. Nou mooi, oké. Okay. We moeten alleen wel even wat mee gaan produceren hiermee, want ik zie dat het niet heel erg veel bijgehouden wordt. Daar gaan we zo meteen wel even voor zorgen. dan gaan we nog even wat meer dies verzamelen. En ik zei natuurlijk ook al dat het ook met potato's kan, dat het ook met andere dingen kan. Maar daar ga ik in de toekomst aan werken. Ik wil het vandaag nog eventjes op een handmatige manier gaan proberen, en dan zien we in de toekomst wel verder. In ieder geval voor nu. We hebben wat energie. Laten we dus gewoon dat energie gaan transporteren naar een bepaalde plek toe. En die bepaalde plek gaan we natuurlijk bereiken door het middel van een nieuwe energy content. Ik had al een paar keer laten zien. Dat we de beschikking hadden over drie Energy Condits We hadden Leadstone, we hadden Hardened En als laatste hadden we ook Redstone Energy Condits Daar hadden we toen de materialen niet voor Maar nu natuurlijk wel gewoon Oké, okay, hoe maken we deze? Die maken we als volgt met wat Electrum Ingots En opnieuw met wat uh, Hardened Glass Dus we gaan eens even kijken, hoe maak je dit? Dit is nieuw, even kijken hoor, Fused Quartz Hmm Oké, okay, dat is ook nieuw. Oké, okay, misschien kan ik dit ook nog wel gaan gebruiken dit seizoen. Moet ik even naar kijken. Maar voor nu gaan we in ieder geval even gebruik maken van het volgende. Namelijk van Electrum Inkerts. En Electrum is een combinatie van goud en een combinatie van zilver. Dus zilver en goud met elkaar combineren, dat geeft ons dus gewoon het volgende, namelijk Electrum dus dan doe je hier wat zilver in en wat goud in en vervolgens zal het dus omgezet gaan worden naar Electrum ingots en die hebben we gewoon nodig als we deze Electrum ingots namelijk combineren door middel van wat hardened glass hadden we net al gezien dan krijgen we die nieuwe soorten condit's namelijk de redstone energy condit's de beste energy condit's in de game mooi alleen deze moeten nog wel opgevuld gaan worden door middel van een magma crucible en door middel van een liquid transposer ik heb een aantal spullen in elkaar gezet. En dan gaan we nu twee nieuwe machines maken. De allereerste is de Magma Crucible. Weer van Thermal Expansion. Die maken we met twee nether bricks, twee koppen gears, Een Redstone Reception Coil. En ook nog een Redstone Anti-Cell Frame. Oké, okay, dit wordt nog wel een beetje lastig denk ik. Maken we alleen wel eventjes een Redstone Blokje? Dus die maken we natuurlijk gewoon zo. We hebben we al eerder gemaakt dit seizoen. Voor Tinker's Construct geloof ik. Oké, okay, dan is die binnen. Dan hebben we alleen nog even wat glas nodig. En wat LED nodig. Dat hebben we allemaal al. Dat is mooi. Dan kunnen we die in elkaar zetten, vast. Deze Ledstone Energy cell Frame. Let's go. Die is binnen. Zetten we als allereerste de Magma Crucible in elkaar. Mooi. Gaan we nu over naar de tweede machine. Die komt er in de vorm van de Fluid Transposer. Je moet er trouwens niet op letten als ik hem soms Liquid Transposer noem. Want dat is nog van voorgaande seizoenen Vita Beast. Hij heet namelijk Liquid Transposer. En ik ben nog steeds niet echt gewend aan de nieuwe naam: Fluid Transposer. Maar goed. Maken we een beetje op een soortgelijke manier. Hebben we alleen even een bucket voor nodig. Oh, die hebben we ook al. Nou, dan kunnen we hem al gelijk in elkaar zetten. Dat is meteen mooi meegenomen, natuurlijk. Oké, okay, de fluid de transposer en de MacMac Crucible zijn binnen. Moet ik alleen nog even wat stroomkabels hebben? Maar die heb ik hier al gevonden. Mooi. En dan kunnen we hier de hele bekabeling weer door gaan trekken. Eens even kijken. We gaan weer ruimte maken voor twee machines. 1, 2. Energiekabels, please. Mooi. En dan zetten we links de Magma Crucible neer. En rechts zetten we de Fluid Transposer neer. Oké, okay. alle configuraties even goed zetten. Dus uit en uit. En dan gaan we vanaf hier we gewoon handmatig dingen inputten. Kijk, energie gaat ook al omhoog. En dan gaan we natuurlijk via de rechterkant outputten. Want de Magma Crucible gaat namelijk zijn materiaal doorgeven aan de Fluid Transposer. Die op zijn beurt dus weer moet inputten via de linkerkant. Oké. Okay. Mooi, gaan we allereerst even wat redstone erbij pakken. Want we zagen net al, deze redstone energy condits moeten opgevuld gaan worden met destabilized redstone. En dat is gewoon weg redstone in de magma crucible doen. Helemaal niet lastig of iets. Even kijken, heb ik nog redstone ergens? Hier heb ik nog redstone. Oké, okay. gaan we eventjes doen dan. Dus dan plaatsen we Redstone hier in de Magma Crucible, let's go. En dan zal het nu gewoon gecrust gaan worden en zal het direct worden doorgegeven hier aan de Fluid Transposer. Ik wilde bijna Liquid Transposer zeggen. Oké, okay. vervolgens plaatsen we hier de Redstone Energy Condens die nog leeg zijn. En dan zullen ze opgevuld gaan worden naar Redstone Energy Condens die ook echt bruikbaar zijn. Oké, okay. we wachten even dat we de zes binnen hebben en dan kom ik zo meteen bij die terug. Oké, okay, de zes Redstone Energy Condens zijn nu binnen. Dan moeten we ze alleen nog even doortrekken vanaf de Biofuel Generators. Dus gaan we eventjes doen dan. Even kijken, ik kan gewoon via de bovenkant. Ik kan eigenlijk vanaf elke kant gewoon. En dan gaan we het gewoon gezamenlijk hier naar boven toe leiden. Want hierboven wil ik namelijk het algemene verzamelpunt gaan maken. Dat wil ik precies in het midden van de kamer hebben. Dus dat wordt dan hier. Oké. Okay. Komt helemaal goed denk ik zo. Gaan we het hier weer even dichtmaken. En dan kunnen we het vanaf nu gewoon doorgaan trekken. Dus even kijken. Hier eentje naartoe en eentje naar boven. We komen precies uit. Perfect. En dan is vanaf nu ons oplaadpunt gewoon helemaal af. Maar welk oplaadpunt nou eigenlijk? Want wat gaan we nou precies opladen? Nou, we gaan namelijk cellframes opladen. Energy cellframes. En die heb je ook weer in verschillende soorten maten. Je begint namelijk weer met de Ledstone. Dan ga je omhoog naar Hardened. Ga je naar redstone en je eindigt met een resonant energy cell? We pakken uit deze inductiesmelter de electrum inkets die we zojuist gemaakt hebben. En dan gaan we nu eens even kijken wat we precies in elkaar gaan zetten. Want we hebben dus de beschikking over vier verschillende soorten energy cells. Maar we gaan over naar de derde: namelijk naar de redstone energy cell. En hiervoor hebben we allereerst zo'n redstone energy cell frame nodig. En die is te maken van een diamond, vier electrum ingots en vier hardened glass. Oké, okay, gaat helemaal goed komen. Snel in elkaar zetten. Let's go. En dan hebben we hem nu binnen. En deze moeten we weer opgevullen, zoals je zag, met wat redstone. En dan plaatsen we deze redstone anti-cell frame hier in de vloeitransposer. En dan zal ook gewoon deze omgezet gaan worden. Hij heeft alleen nog wel wat meer redstone nodig, zie ik nu. Waarschijnlijk heeft hij de helft nodig aan redstone. Dus moeten we er even wat bij hebben. Maar, oh ja, hij gaat al. Mooi. Oké, okay, dan wordt deze nu opgevuld binnen enkele seconden. En dan is hij binnen. De redstone anti-cell frame. En dan kunnen we nu het recept af gaan maken. En dan kunnen we hem ook echt om gaan zetten. Dat we er ook echt iets mee kunnen gaan doen. Want nu is het eigenlijk vrij nutteloos. We gaan deze redstone anti-cell in elkaar zetten. Let's go. En hij is binnen. Mooi. Hij kan in totaal 10 miljoen RF opslaan. Holy shit. Dat is wel aardig veel. Maar we gaan hem van nu gewoon hier op de oplader zetten. Dus dat doen we gewoon. Hier zo. Dan moeten we alleen de onderkant op input zetten, maar waarschijnlijk staat hij dat al nog niet. Nu wel. Oké, okay. en dan zul je zien, hij gaat het nu opvullen met RF die geproduceerd worden door de biofuel reactors. Of eigenlijk de biofuel generators die hier beneden staan. Die zullen vanaf nu ook energie gaan verliezen. We gaan kijken. Even kijken, ja, die gaat inderdaad energie verliezen. En dat geeft hij direct door aan het dingetje boven, namelijk aan de Red Zone Energy cell frame. Oké, okay, laten we nu nog even wat meer van dat die gaan verzamelen. Wat cactus green, wat daily yellow en zo. Zodat we gewoon even genoeg energie hebben. En dat onze Red Zone energy Cell aan het einde van de episode gewoon helemaal vol is gedouwd met energie. Want dat is natuurlijk wel het einddoel van deze episode. En voordat ik weer op jou ga naar regenboogbomen, wil ik allereerst eventjes een tool gaan maken die ons gaat helpen bij het neerhalen van de regenboogbomen. Hiervoor heb ik allereerst eventjes een toolforge nodig, want we hebben op dit moment de beschikking over een toolstation die kan een aantal tools maken, maar niet echt de speciale tools. Hiervoor hebben we namelijk een geüpgraded versie van deze toolstation nodig, dus we gaan hem even weghalen hier zo. En dan gaan we even snel upgraden. Dat doen we als volgt. We pakken nog eventjes wat sheer bricks erbij en vervolgens gaan we ook nog drie iron blocks in elkaar zetten. Oké, okay. Maken we er drie van 1, 2 en 3. En als het goed is, kunnen we hem dan in elkaar zetten. Ik heb het hier namelijk over de Tool Forge. Die maken we als volgt. Die maken we dus ook met 4 Iron zelfs. Helemaal feest. Maak ik helemaal een mooie van. Maar goed, daar is binnen de Tool Forge. Let's go. En is nu dus binnen de geüpgraded versie van de toolstation, de Tool Forge. Nice. En als je nu ook gaat kijken, dan zul je zien dat je nu gewoon veel meer tools hebt. Je hebt namelijk een excavator, je hebt lumber axe, je hebt een skite, noem het allemaal maar op. Maar degene die wij gaan maken, de tool, dat is namelijk de lumber axe. En hiervoor hebben we deze vier vormpjes nodig. Dus we gaan we hier eventjes weer in de stencil table maken. Of ja, hier. Mooi. En dan gaan we eventjes van die vormpjes in elkaar zetten. En dit is het laatste vormpje, dan hebben we de vier vormpjes nu binnen. Moeten we alleen nog even wat cobblestone erbij gaan pakken. Maar hebben we hebben hier natuurlijk nog genoeg cobblestone. Dus de Stone Tough Binding, die is binnen. Vervolgens de Large Plate, ook binnen. Even kijken, ik moet even goed kijken dat ik niet dubbele materialen ga maken, want dan ben ik ook erg goed in altijd. Deze is binnen. En dan maken we het af met de Broad Axe Head. Nice, die is ook binnen. En als het goed is kunnen we nu de Lumber Axe in elkaar zetten. Deze is het midden, die hieronder. Creeper rechtsboven. En afmaken met de Stone Broad Axe, geeft ons onze Lumber Axe. Oké, okay. Rainbow Axe gaan we even noemen. Want deze gaan we eigenlijk alleen maar gebruiken voor nu, voor de rainbow bomen. Mooi, dan is hij binnen. Dan ga ik nu door de nacht in slapen en dan kom ik zo meteen bij die terug. Ik ben op zoek naar een regenboogboom, maar ik vond deze tempel en ik dacht van, hey, laat ik deze eventjes gaan verkennen. Natuurlijk altijd gewoon gratis loot. En uh, hij is een beetje onder water gelopen zie ik nu. Dat is een beetje vreemd. Maakt niet uit, als het goed zit hier om de hoek een chest. Even kijken, zit hij hier? Ja, hij zit hier. Wat zit erin? Even kijken, 13 pages, wat? Oké, okay, dat gebeurt bijna nooit. In ieder geval, we moeten nog even achter deze muur kijken. Want als het goed is, zit, hier ook nog ergens een chest verstopt. Even kijken, hier staat hij al. Uh, even kijken, een miniature red heart en wat rotten flesh. Niet de beste loot, maar ja, natuurlijk hoef ik niet te klagen. Het is allemaal gratis. En holy shit, what the fuck. Hoe pijn spannende die. Maar, ik ga nog eventjes doorzoeken naar een uh, rainbow tree. En dan kom ik zo meteen bij u terug. Oké, okay, ik blijf dingen tegenkomen die ik niet zoek. Maar hier is dus ook gewoon weer een chest te vinden onder deze boom. Even kijken wat is hier, is ja, hij al mooi. Jij gaat weg. En wat zit er in de chest? Even kijken. Heel veel ingots in ieder geval. Wat quartz en ook nog wat canola sheets. Oké, okay, dat zal allemaal best wel. Maar ik heb dus nog steeds geen regenboogboom gevonden. Oké, okay, het lijkt even onmogelijk om een regenboogboom te vinden. Maakt niet uit, dan plant ik gewoon na de episode of zo meteen even een nieuwe regenboogboom. Want ik heb natuurlijk heel veel siplings tot mijn beschikking. Maar ik dacht van, ik kan er nog makkelijk eentje vinden. Nou, niet dus. Maakt niet uit, ik heb natuurlijk ook nog een plan B. Want helemaal in het begin van de episode vertelde ik al, je kunt deze dice niet gebruiken. Deze die trees dice Oh, wow, dat is wel een heel vaag woord. In ieder geval, alle kleurtjes die worden toegevoegd op die trees kun je niet gebruiken in de bioreactor. Je kan alleen de vanilla Minecraft dies gebruiken. Maar daar hebben we natuurlijk wel wat voor. Want als we namelijk red tree die met yellow tree die gewoon combineren. Kijk, dus eigenlijk gewoon twee elementen die er niet in kunnen. Ik zal het nog even één keer laten zien als laatste check. Even kijken, moet ik even hier helemaal onderduiken? Ik maak er trouwens wel een beetje een kleine bende van. Ik moet naar de apps even op gaan ruimen. In ieder geval, we gaan nog één keer testen. We gaan hier naar de reactor. En kijk, één laatste test. Het zal gewoon niet werken. Kijk, beide kleuren kunnen er gewoon niet in. Er zal niks gaan gebeuren. Maar, zodra je deze kleuren met elkaar gaat combineren, zul je gewoon weer vanilla Minecraft orange die krijgen. Nice! En orange die van vanilla Minecraft. Kan er natuurlijk wel gewoon in. Kijk maar. Nice. Oké. Okay. En op deze manier kunnen we dus gewoon heel simpel biofuel produceren. Met al die kleurtjes die van de regenboogbomen afkomen. Vandaar dat ik er nog een paar wilde vinden van die regenboogbomen. Maar ja, jullie weten hoe het is afgelopen. Ik had niet heel erg veel geluk. Ik ga nog eventjes wat rainbow saplings planten. En misschien herkennen jullie dit nog wel. Ik had namelijk in episode 1 of 2 van dit seizoen. had ik de zogeheten Fertilized Dirt gemaakt. Dat maakte als volgt: dat maakte met wat rotta met wat white dye en met wat dirt. Dit zorgde er namelijk voor dat de bodem heel erg vruchtbaar werd. Deze dirtblokjes zijn heel erg vruchtbaar. Dus laten we die gewoon eventjes gaan gebruiken voor de bomen. En als het goed is, hebben we binnen een mum van tijd. hebben we gewoon weer de beschikking over een aantal van die rainbow trees. Even kijken, het lijkt me een perfecte plek om het te gaan planten. Dus plaatsen we er gewoon. Even kijken, hier eentje. Hier eentje en hier eentje. Oké, okay, ik ben benieuwd. De regenboogbomen hebben er niet heel erg veel zin in vandaag. Dus daar komen we gewoon de volgende episode op terug. Maar ik wil nog wel eventjes laten zien wat de Lumber X precies doet. De meesten zullen het natuurlijk al weten. Maar ik laat het gewoon nog eventjes zien. Je hebt bijvoorbeeld gewoon een boom. Maakt niet uit welke boom. Het kan gewoon een kleurenboom zijn, van dietrieste. Het kan een vanilleboom zijn. Het kan een regenboogboom zijn. Alles kan gewoon. Je pakt je Lumber Axe erbij. Hak het onderste blokje van de boom weg. En vervolgens zal de hele boom direct BAM! Naar beneden komen. Nice. Oké, okay. hetzelfde geldt dus voor dan gewoon vanille Minecraft boom. Komt ook gewoon helemaal naar beneden. En kijk, vervolgens zal gewoon de hele boom naar beneden komen. Inclusief de blaadjes. Dat is natuurlijk allemaal mooi meegenomen. En op deze manier kun je eigenlijk gewoon heel snel bomen naar beneden halen. Kun je heel snel blaadjes krijgen, dice krijgen, hout krijgen. Noem het allemaal maar op. Dat is dus eigenlijk gewoon precies de functie van de Lumber Axe. Nu ben ik alleen nog even benieuwd hoeveel energie we precies hebben. Oeh, hij zit al over helft volgens mij. Ja, hij zit al over helft. Mooi. Oké, okay. we hoeven nog maar 4 miljoen RF. En dan hebben we een volledig gevulde Red Zone Energy Cell. Dat gaat allemaal in de volgende episode komen. Ik ga nog even flink aan de slag om er nog wat dice in te gooien. En dan hebben we in de volgende episode gewoon een volle beschikking over een helemaal gevulde Red Zone Energy Cell. En daar gaan we echt hele leuke dingen mee doen. Ik ga er niet verklappen wat, zie jullie allemaal in de volgende episode. Als je deze cel trouwens weg wil halen, ga die met je pickaxe of met je hand doen. Want dan zal echt alle energie verloren gaan. Doe het altijd met je Crescent Hammer. Van Thermal Expansion. Gewoon shift rechter muisknop. En je hebt gewoon alle energie tot je beschikking. Ga het echt niet met losse hand doen. Of met pickaxes doen. Want dan gaat het echt totaal fout. Eh eh. Niet doen. Oké okay, jongens. Maar hiermee zijn we helaas alweer aan het einde gekomen. Van deze episode. Hopelijk hebben jullie er weer van genoten. En hopelijk kunnen we ook gewoon weer de 100 likes halen. Deze episode. En dan zie ik jullie morgen terug. Met een nieuwe episode van Feet the Beast Monster. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace jongens.